Tof dat je kijkt. Tegenwoordig hoor je steeds meer mensen die overgaan op een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon. Of die geen zuivel kunnen eten in verband met een lactose-intolerantie. Of dat ze niet tegen koemelk kunnen. In deze video nemen we je mee in plantaardige alternatieven. Nou, zoals je ziet heb ik een aantal plantaardige alternatieven voor je verzameld. Meest gebruikt is toch wel de soja. Uh, maar daarnaast heb je tegenwoordig ook steeds meer alternatieven inspelend op dus die vegan trend of de vegetarische trend. Um, dit is bijvoorbeeld een kwark. En een, ja, dit is eigenlijk een soort yoghurt op basis van amandel. En uh, dit is kokosjoghurt. Of kokos Griekse stijl yoghurt eigenlijk, om hem helemaal goed te zeggen. En dit is ook Griekse stijl, maar dit is op basis van haver. Dus je ziet best wel wat verschillende alternatieven die je zou kunnen gebruiken op het moment dat je over wil stappen naar vegetarische of veganistische alternatieven voor zuivel. Nu, um, waar moet je dan op letten op het moment dat je hiermee aan de slag gaat? Want over het algemeen wordt het dus gebruikt als alternatief voor zuivel. Um, en dus vaak ook om de eiwitten uit zuivel op te vangen. En dat is eigenlijk het allereerste waar je op moet letten. Want eigenlijk al deze alternatieven zitten een heel stuk lager. In eiwitten dan bijvoorbeeld kwark of skeer. Dus op het moment dat je het één op één zou vervangen, krijg je minder eiwitten binnen dan wat je zou krijgen bij een normale kwark, basis van zuivel, of een skeer. Nou, daartegenover staat dat uh, met name deze kant, dus de uh, kwarkjes op basis van amandel, de haver en de kokos, die zitten dan juist weer hoger in koolhydraten en vetten en hoger in kilocalorieën. Dus je vervangt één op één, je krijgt minder eiwitten binnen. Tegelijkertijd stijgt je koolhydraat-inname, stijgt je vetinname, stijgt je calorieinname. Dus je moet er eigenlijk meer van eten om je eiwitten op te vullen. Maar ja, wat doe je dan met die calorieën? Want dat is ook meer. En wat doe je dan met die koolhydraat en die vetten? Dus daar moet je in ieder geval wel bewust van zijn. En dat kun je dus um, compenseren door daarnaast bijvoorbeeld andere keuzes te maken in je voedingspatroon. Nou, om even de vergelijking wat praktischer te maken, als we kijken naar de soja bijvoorbeeld. Dan zit deze op 5,8 gram eiwitten. Dit is gelijk, degene die het hoogst zit in eiwitten van de hele rij. En deze, die zit op 4,6 gram eiwitten per 100 gram. Eventjes ter vergelijking, een kwark zit grofweg rond de 8 à 10 gram eiwitten per 100 gram. Dus dan zie je, het is ongeveer de helft. Dus dat is niet heel veel. Maar als je naar deze kant gaat kijken, en ik pak deze er even bij. Die zit dus op 3 gram eiwit. En dat is een heel stuk lager. 3, nou 3, echt rond 3. En deze, die zit op 2,1 gram. Dus je ziet best wel laag in eiwitten. Wat zou betekenen als je 20 gram eiwitten binnen moet krijgen, dan moet je hier een kilo van eten. Dat is best wel een beetje veel. En tegelijkertijd 104 kilocalorieën ten opzichte van 68. Deze zit een klein beetje in de lijn met een normale kwark, zonder smaakjes of toevoegingen. Dus waar je hier dan ongeveer gelijk komt in kilocalorieën, maar wel lager zit in eiwitten. Zou je hier, als je dezelfde aantal eiwitten wil binnenkrijgen als met 200 gram kwark of 250 gram kwark, ja, dan kom je dus best wel dik in die calorieën uit. Dat is niet heel gunstig. Dus, um, samenvattend, meer eiwit, minder eiwit. Minder calorieën, veel meer calorieën. Ja, vooral bijvoorbeeld die kokoskwark, die zit op 127 kilocalorieën. En die haver, die zit op 145 kilocalorieën. Nou, hoe kun je daar nou mee omgaan? Um, dat doe je eigenlijk door andere keuzes te maken in je totale voedingspatroon... wanneer je dit soort alternatieven gaat gebruiken. Je zou bijvoorbeeld, hè, als je het niet per se doet voor een vegetarisch of veganistisch alternatief... zou je kunnen kijken van ah, misschien moet ik daar iets van een boterhammetje met eiwitrijk beleg bij eten. Of misschien moet ik het combineren met een gekookt eitje of iets dergelijks. Ga je echt richting de veganistische, vegetarische kant... Ja, dan wil je natuurlijk niet met dierlijke producten gaan aanvullen. Dus je wil met andere plantaardige bronnen... Toch die eiwitten wat omhoog gaan krikken. Nou, dat zou je kunnen doen door echt volledig uh, vanuit plantaardige voeding te gaan denken. Denk bijvoorbeeld aan pitten, zaden, noten, eiwitrijke graansoorten die je erin opneemt. En dat je dan bijvoorbeeld gaat mixen met die kwark. Dus je past een portie van die kwark en je voegt dan vervolgens noten, pitten, zaden toe of je voegt granen toe. Alleen het nadeel dan is dat je gelijk nog hoger in die vetten of nog hoger in die koolhydraten uitkomt. Dus dan zou je kunnen kijken als je bijvoorbeeld sporter bent en je hebt een hele hoge eiwitbehoefte. Dan zou het bijvoorbeeld handig kunnen zijn om te zeggen van nou dan pak ik daarnaast iets van een uh, eiwitshake op basis van plantaardige producten. Gebruik je heel veel soja, dan zou ik aanbevelen om met een eiwitshake te kijken naar een eiwitshake op basis van een combinatie van rijst en erte eiwit. Dat is goed opneembaar voor het lichaam, vult goed aan in je eiwitbehoefte, maar zit niet weer in die sojakant. Te veel soja is namelijk ook niet heel handig. Voor deze kant, hè, als je meer gaat van: oké, okay, soja vind ik niet zo lekker, het is een heel specifieke smaak. Ik ga meer voor kokosjoghurt bijvoorbeeld. Dan zou je kunnen kijken naar wel een um, eiwitjake op basis van soja. Maar dus ook de eerder genoemde eiwitje kunnen gebruiken. Nou, dat is het eigenlijk wat betreft de zuivelvervangers in een plantaardige vorm. Uh, mocht je vragen hebben over je voedingspatroon, wil je overstappen naar een veganistisch voedingspatroon bijvoorbeeld. Of heb je vragen over het binnenkrijgen van voldoende eiwitten binnen een veganistisch patroon? Mag je ons altijd een berichtje sturen, kan via Instagram, kan via Facebook of via een reactie op deze video.